Jullie hebben het waarschijnlijk al een paar video's door. Ik heb dus een geweldig gevecht gehad met mijn kat omdat ik haar wou nemen en scheren. Ik ben niet verder gekomen dan mijn deur. Ik kreeg ze losse aanval. Ik leef wel nog, maar er is dus iets veel erger gebeurd. Ik heb geen AIDS, ik heb geen malaria, ook geen kanker of zo. Ik heb trypofobia. Vandaag deel ik het met jullie. Of jullie weten het al, smijt zeker een duimpje omhoog. Ik ben Acent en ik zou zeggen, let's go! Eerste hulp bij noodgevallen. Yes. Vandaag gaan we niet praten over mooie kontjes. Of kleurenblind zijn. Of optische illusies. Vandaag gaan we praten over mijn ziekte. En mijn ziekte is ook dat ik net een scheerapparaat heb laten vallen op mijn bank. Heel mijn bank liggen nu vol met kleine haartjes. Echt fucking vieze shit. Ik denk dat ik ook wel kan raden voor waar die komen. What the fuck? Oké, maar we gaan er snel in vliegen. Trypofobia. What the fuck? Er is zo wat je niet wil tegenkomen als je iets in twee snijdt. Dan val je gewoon direct dood. Lijkt op allemaal monden en tanden en holy shit. Niet goed. Het is ook Sinterklaas nu en dan zie je deze leuke foto van mandarijntjes. Nee, is niet meer zo leuk. Alsof die mandarijn in allemaal verschillende plekjes verkracht is of zo. Niet goed. Als je dacht dat dit al alles was. Wacht. Er is nog meer. Dit is dus ook echt iets dat ik niet wou snappen. Begin dacht ik dat het twee vingers waren. Maar daar weet ik veel spinnen eitjes en gelegd waren of zo. Maar zijn het gewoon twee knieën met daar erwten op of zo. Dit is de visuele representatie van chlamydia. Brei altijd veilig. Vergeet dat niet. Er gebeurt dit. Dat wil je niet. Dat je voor je de broek af van iemand dat je ziet ineens zo'n ding en wow. Nee, echt, what the fuck. Dan heb je ook echt zo'n dingen die veel te ver gaan. Oh, joh. Hopelijk is dit Photoshop. Ik weet niet of deze meneer kan eten door zijn oog. Want er zit gewoon een diepe put in. Hij kan van zijn oog vingeren of zo. Het is niet goed. Better go to a doctor, man. Het is niet goed. Als je dacht dat het niet erger meer kon. Wacht. We hebben ook nog dit. De maker hiervan is echt ziek. Echt, ik weet niet waar ik mij hierbij moet voorstellen. Het is gewoon niet goed. Stel je voor dat dit geen Photoshop was. Dat er gewoon echt mensen waren met deze huid. Gewoon dagelijks over straat lopen en zo. Het is alsof ze haar huid onder zo'n perforator heeft gelegd. En dan weer over haar gezicht heeft getrokken. Niet goed. Optiefen. Of je komt zo binnen bij een nieuwe leerkracht. Je wil zo de goede leerling zijn. En je wil hem een hand geven. Nee, steekt hij zijn hand uit. En het is gewoon dit. En dan denk je van, what the fuck? Hoop je gewoon uit het lokaal. Ga je hark halen. En dan steek je die leerkracht neer met de hark. Dan gaat er misschien een klein beetje over. Maar eigenlijk gewoon niet. Als je zo'n hand hebt, dan. Wow. Stop. Genoeg. Als je om nudies vraagt aan een meisje. En je krijgt dit. Dan weet je ook echt niet meer wat je moet doen. Deze mensen mogen ook stoppen met fucking kunst maken. The fuck? Stel je voor, je geeft zo'n slag in haar gezicht. En je vuist gaat er gewoon door en blijft erin zitten. De arm zit gewoon in die mond. En dan voel je dat. Wow. Stop. Is genoeg. Stel je voor dat we dat allemaal in ons hoofd hebben zitten. Maar dat we het gewoon niet weten. Er is dus ook gewoon zo'n video waar ik fucking veel stress van krijg. Ik weet niet waarom. Het voelt gewoon niet gemakkelijk. Ziet er ook echt niet natuurlijk uit of zo. Het is zo. Ik weet het niet. Ah, vies. En als je dacht dat het niet meer erger kon, dan ga ik je moeten teleurstellen. Want het kan dus wel. Alleen niet zo goed of ik hier wel naar moet kijken. Want. Oh, oh shit. Dit. Oh, illegale diersoort volgens mij. Baby's komen gewoon uit grote gaten. Uit de rug van de vis. Allemaal dikke puisteren. En daar komen er gewoon nieuwe baby's uit. Het is illegaal. Whole tripje kijken naar deze soort dieren. Zo echt illegaal moet worden. Blijkbaar kan je van dit gevoel afraken door gewoon heel veel naar foto's te kijken. Hoe meer ik hier naar kijk, hoe erger het wordt. Er is toch geen fucking Photoshop. Stel je voor, ik moet het niet eens uitleggen, denk ik. Je ziet een mooi meisje. Rent te zoenen met haar. Achteraf zie je ineens dat haar tong gewoon helemaal. Wow, wow. Ja, dat snijdt mijn tong er gewoon af. Bijt ik hem er gewoon af zonder probleem. Het is echt gewoon niet goed. Nee, het is echt zo'n woord dat je niet moet opzoeken. Nu gaat iedereen het toch doen. Helpt ook niks. Je hebt zo dingen die dan volledig niet erg zijn, zoals dit. Misschien een klein beetje. Want dan heb je ook gewoon echt hele erge dingen. Die echt niet op internet zouden mogen staan. Die echt thuis horen op de deep web. En even ter verduidelijking. Als we 16.000 likes halen op deze video in 2 dagen, dan komt er gewoon een nieuwe deep web video online. Dus harde shit, like. Zoals deze vissen en zo. En gewoon echt hele vieze foto's. Yo, hou al niet zoveel van voeten, maar oké. Okay. Ik probeer dus ook echt een klein beetje minder te schelden in mijn video's. Maar bij dit soort dingen gaat het gewoon niet anders. Er is een of andere Chinese pudding. Het lijkt meer op kikkerdril en spuug door elkaar. Gewoon echt mensen die gewoon in een bakje roggelen. Alsjeblieft. Het is makkelijk. Gewoon snot en speeksel en kikkerdril. Yo. Deze restaurants slaan echt door. En volgens alle clickbait sites. Snel dat je deze video hebt gekeken. Zou je normaal genezen moeten zijn van trypofobia. Yay.
Haha, not ver van. Deze pannenkoek lijkt ook gewoon op voetschimmel. The fuck? Dus dames en heren, ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Ik vind dit soort shit echt heel erg leuk om te maken. Smash zeker een duimpje omhoog en laat een commentje achter. Blijkbaar helpt die shit. Dus spam de comments vol. Zet een beetje woorden of zo die in je hoofd opkomen. Of welk merk onderbroek je aan hebt. Het boeit me niks. Ja, en als je de video niet liked, dan ga je morgen wakker worden. En dan ga je hand er zo uitzien. Dus dat wil je toch niet? Nee, dat wil je echt niet. Fok bijgeloof, maar je kan zeggen wat je wil. Als je niet liked, gaat het wel gebeuren. Dus smash je like. Ik ben deze. Tot morgen. Ja. Yeah.